Yo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe goede frag. Ja, we lagen er echt een maand of zo uit. Dat kan gebeuren. Ik noem het luiheid en dingen vergeten. Dus sorry als je ons gemist hebt. Maar we zijn gewoon weer terug in volle glorie om een nieuwe vraag vanuit het publiek te kunnen beantwoorden. En deze keer, ja zeker, het is weer eens een keer gebeurd. De sterren stonden weer op één lijn of zo. Want we hebben weer een videovraag ingezonden. En die was van Remco, aka Remco ABC, aka Hoitje Games. Hij heeft een heleboel namen. Maar voor ons is het in ieder geval onze goede vriend Remco. Dus kom er maar in, Remco, met je goede frag. Yo, Gamersnet. Mijn vraag aan jullie voor goede frag is: welke game zou volgens jullie nooit hebben mogen bestaan? Kijk, weet je, een slechte game kan gewoon gebeuren. Iedereen kan een keer een slechte game maken. We hebben gamers die maken slechte items. Ik bedoel, je kijkt er nu naar. Nee, grapje Tom. Maar wij maken ook wel eens iets slechts, iets vervelends. Weet je, het kan een keer gebeuren. Dus ik vind iets slechts vind ik niet erg. Dat maakt de wereld mooi. Erger wordt het als je iets wat mooi is compleet met de grond gelijk maakt. Als je kijkt naar de beste game ooit gemaakt, voor mij is dat Knights of the Old Republic. Het vervolg was prima, weet je, deed eer aan het eerste deel. Maar toen kwam de MMO. The Old Republic, waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds maandelijks mijn subscription voor betaal. Wat ik serieus sinds launch al doe, omdat ik gewoon, I don't know, ik wil gewoon dat die game ooit een keer goed wordt. Maar het is gewoon zo, weet je, ik probeer het. Ik heb in totaal volgens mij inmiddels al honderden uren in die game zitten. Elke keer in fases van 5-6 uur dat ik het weer probeer. En volgens, het is gewoon weer complete teleurstelling. Het is gewoon, weet je, het is gewoon alsof je jezelf constant wil pijnigen door terug te gaan naar die game. Maar die game is het gewoon niet. Knights of the Old Republic had nooit een MMO moeten worden. En de dag dat ze deel 3 aankondigen en het gewoon een singleplayer ervaring wordt, wordt waarschijnlijk de mooiste dag in mijn gamecarrière. Yo, Remco, hele goede vraag. Trouwens, wel leuk dat we hier weer zijn. Het is een maand geleden dat de laatste aflevering verscheen. Dus jee, zin in. Leuk man. Hey, mooi. Als het aankomt op games die niet hebben mogen bestaan, ga ik voor Minecraft. En voordat mensen nou meteen naar de comment sectie toe spitten, ah, maar je speelt zelf vet voor Minecraft. Het is gewoon fucking awesome game. Dat klopt ook wel. Het is meer dat ik met mezelf heel veel moeite heb met Minecraft. Want ik vind het best wel, ik ben heel erg genegen om games in hele lange marathons te spelen. Dus dat ik zoiets heb van, hey, ik begin om 6 uur 's avonds en dan eindig ik ergens 6 uur 's ochtends. Non-stop. En dat vind ik allemaal prima, weet je, als The Witcher is of Fallout of, I don't know, The Division of zo. Maar ik begin moeite met mezelf te krijgen op het moment dat dat Minecraft is. Als ik 12 uur lang aan één stuk Minecraft doe, weet je, ik zie de zon ondergaan en weer opkomen. En dan ook zoiets van, wacht, wat heb ik nou gedaan? Oh ja, ik heb heel lang staan vissen en ik heb een huis voor een derde gemaakt. Dus eigenlijk heb ik niks gedaan. Dus dat vind ik gewoon moeilijk, dat vind ik gewoon kut. En dan denk ik van, ik zou mezelf heel veel, ja, moeilijke discussies met mezelf besparen en een heleboel tijd besparen als ik gewoon Minecraft niet in mijn leven had. En jullie waarschijnlijk ook allemaal. Dus misschien missen we dan wel een soort van een van de grootste indie parels in de game-industrie ooit. Maar misschien is het wel waard, want ja, er zou een heleboel minder verspeelde tijd in mijn leven zijn. En dan heb ik meer tijd om gewoon 12 uur lang Stardew Valley te spelen. Dus veel beter. Er is eigenlijk één game waar ik altijd tegen heb gerebelleerd en waar ik mijn digitale kruistocht tegen ben gestart en eigenlijk nooit mee ben gestopt. En dat is Battlefield Hardline. Die game was zo kut. Hij was trouwens niet eens echt kut. Het was vooral, het was geen game. Het was een uitbreiding voor Battlefield motherfucking 4. Een game die gewoon precies hetzelfde was als Battlefield 3. En dat was echt zo intens zonde, want Battlefield Hardline was de perfecte uitbreiding geweest voor Battlefield 4. Omdat die game leek zoveel op Battlefield 3 dat je soms niet eens wist welke aan het spelen was. En dat had het verschil kunnen maken. Dat had Battlefield 4 dan wel weer tof kunnen maken. Want laten we wel stellen, zo heel veel is er niet veranderd eigenlijk in Battlefield Hardline. Het enige is, ja, je speelt als robbers of als politie. Je hebt wat toffe politieauto's en een paar toffe extra gadgets. Dat is het. Verder is het gewoon precies hetzelfde als Battlefield 4. En laten we wel stellen, de game zelf was ook niet zo super fraai. De missies waren wat repetitief. Moeilijk woord. En de heads-up display was, ja, een beetje kinderachtig eigenlijk. Tom noemde het net een mooie word art. En daar kan ik me eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Dus als ik moet kiezen voor een game die nooit had mogen bestaan, dan is dat toch wel Battlefield Hardline. Welke game nooit heeft mogen bestaan is in mijn ogen eigenlijk best wel simpel.
Het is echt zo'n standaard populaire mening, maar ik vind dat Candy Crush echt keihard mag opdonderen. Naast het feit dat mijn moeder altijd zit te janken van... Kar kind, kun je nog eventjes op Facebook liken, want dan kan ik weer even met mijn levens aan de slag. Is het bedrijf achter Candy Crush echt gewoon één grote AIDS-vlek op de fucking game community? Die King heet ze, dacht ik, die heeft natuurlijk een flink wat... woorden geprobeerd te trademarken. Ik denk dat niemand dat echt ontgaan is toentertijd. En bijvoorbeeld het woord saga hebben ze getrademarkt. En ze gingen letterlijk achter elke game aan die dat woord in hun naam had. En gingen die bedrijven erachter ook gewoon even aanklagen alsof hun de fucking messiah zijn die dat woord hebben uitgevonden. Belachelijke bullshit. King, ga alsjeblieft daar zo is de deur. Op tiefte nou. Op tiefte met Candy Crush. Ja, goed, daar heb je het. Ons antwoord op de vraag welke games nooit hadden mogen bestaan. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, Remco en andere passant die toevallig op het internet deze video heeft aangeklikt en ik geen idee heeft van wat hij hier doet. Nou, bij deze hoor je, ik ben Tom, dit is Gamersnet, dit is Goeie Vrijheid en volgende week zijn we er weer. Dus, wat je vooral niet moet vergeten is, laat zelf een reactie achter op de vraag van welke game nou nooit had mogen bestaan. Welke game is dat natuurlijk voor jou, dat willen we weten. En ja, volgende week zijn we hopelijk weer terug. Ik weet het nooit helemaal zeker. Maar goed, mocht je dus willen dat we er volgende week weer zijn, dan kun je natuurlijk ook een nieuwe vraag achterlaten in de reacties. En dan gaan wij die misschien volgende week wel behandelen. Ah, fuck! Ik was zo close. Ik ga niet knippen hier. Het was beantwoorden of behandelen. Ik moest tussen een van de twee kiezen. Die dingen gebeuren. Bij deze zit een blooper in de aflevering. Tot volgende week.